Amsterdam 28 juli 1942. Ik geloof dat ik een taak heb. Ik wil de chroniek schrijver worden van onze lotgevallen. Met mijn vingertoppen tast ik langs de contouren van deze tijd. Ik heb de ambitie om een klein woordje mee te spreken na de oorlog. Er zal toch iemand over moeten blijven om te getuigen waarvan getuigd zal moeten worden. En waarom zou ik die getuige dan niet zijn? Waarom is er oorlog? Misschien omdat ik ook af en toe de neiging heb om mijn medemensen af te snauwen. Omdat ik en mijn buurman en iedereen niet genoeg liefde in zichzelf heeft. En men kan de oorlog en al zijn uitwassen bestrijden. door in zichzelf dagelijks, ieder ogenblik. die liefde te bevrijden en kans te geven. Iedere atoom haat aan deze wereld toegevoegd maakt hem onherbergzamer dan ze al is. 20 juni 1942. Een vrede kan alleen een echte vrede worden later, wanneer eerst ieder individu in zichzelf vrede sticht en haat tegen medemensen, van wat voor ras of volk ook, uitroeit en overwint en verandert in iets dat geen haat meer is. Misschien op den duur wel liefde. Of is dat misschien wat veel gevraagd? 21 juni 1942. S'morgens 9 uur. Ik ben zo verschrikkelijk tevreden op het ogenblik hier achter mijn bureau. Ik voel me zo besloten. Er is zo'n weldadige rust in me. Het Rijksmuseum staat daar achter de ramen, zo uitdagend fris en nieuw in zijn contouren en tegelijk zo oud vertrouwd. We mogen niet meer op de wandelweg komen en ieder ongelukkig groepje bomen is tot bos verklaard en daar is dan een bordje opgeprikt, voor Joden verboden. Er komen steeds meer van die bordjes, overal. Maar al blijft onze nauwe straat waardoor we mogen gaan, boven die straat staat toch de hele hemel. Na het lezen van de krant loop ik soms plotseling vol haat. Dan kan ik me opeens te buiten gaan aan scheldwoorden tegen de Duitsers. Het hele volk moet en zal uitgeroeid worden met wortel en al, tuigen ze het. En tegelijk schaam ik me dood en heb ik het gevoel dat het allemaal verkeerd is. Het natiebarbarisme maakt in ons eenzelfde barbarisme wakker. Die ongedifferentieerde haat is het ergste wat er is. Het is een ziekte van de eigen ziel. Wij mogen die haat niet aankweken in ons, omdat de wereld dan geen stap verder uit de modder komt. 22 september 1942. Dit huis hier, ik voel het, begint langzaam van mijn schouders te glijden. De losmaking ervan gaat zich nu geheel voltrekken. Heel voorzichtig, met grote weemoed, maar ook met de zekerheid. Dat het goed is zo en niet anders kan zijn. Het gaat om onze ondergang en onze vernietiging. Daarover hoeft men zich geen enkele illusie meer te maken. Men is op onze algehele vernietiging uit. Ik werk door met dezelfde overtuiging en ik vind het leven zinrijk, toch zinrijk. Men zou een pleister op vele wonden willen zijn.